Goedemiddag. Goedemiddag iedereen. Voilà, zee, welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Ik heb een Pita Vechten t-shirt aan. Pita Vechten is de max. Dat is de Pita in Vechten. Kunnen zien op TikTok en al. Supergoeie Pita, de beste Pita ooit. Voilà, sponsoring. Gratis Pita. Voor mij. Ja, dus wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we dus bespreken wat we vorige week allemaal bekeken hebben. Ik ga best een keer IMDb openzetten. Dat is de beste website voor al de films en toestanden. Voilà, we gaan hem een keer openstaan. Wat we misschien ook gaan doen, is mijn bril aan doen. Want anders zie ik geen poep. Hey. Dus wat hebben we allemaal gezien? Eigenlijk niet zoveel vorige week. Ik moest veel werken. Ik heb ook een paar keer in slaap gevallen s'avonds. Dus ja, ik heb like 2 of 3 avonden gedaan voor 1 film te zien. Dus ja, ik heb niet zoveel gezien. Ik heb in totaal 4 titels gezien. Maar ben toch blij dat ik ze allemaal gezien heb. Goed, we gaan beginnen met het begin. Gelijk altijd. En we gaan beginnen bij de eerste film dat ik gezien heb. Is met Keanu Reeves en Al Pacino. En dat is Devil's Advocate. Super goeie film. Maar echt een hele goeie film. Geen actie. Geen horror. Er komt wel een klein beetje horror in. Maar het is gewoon... Hoe moet je dat eigenlijk beschrijven? Ja, een thriller zeker. Noem je dat een thriller? Staat dat erop? Ik weet het niet. Voor mij is dat wel een thriller. Super goed. Supergoeie film. Het gaat over Keanu Reeves. Is een advocaat. Een heel succesvol advocaat. Wordt uitgenodigd door Al Pacino van naar New York te gaan. Voor hem te gaan werken. En daar gebeurt er... en daar gebeurt er dus van alles. En nog wat. Supergoeie film. Dus we gaan hier een keer intikken. Devil's Advocate. Devil's... Advocaatje. Voilà. Zo, dat is een film van 1997. Duurt 2 uur en 24 minuten. En is gedirect door Taylor Hackford. Voilà, Taylor Hackford. We gaan daar een keer op klikken. We gaan een keer kijken wat dat Taylor eigenlijk allemaal uitstookt in zijn leven. Voilà. Wat heeft jij allemaal gemaakt? De bekendste films is... An Officer and a Gentleman. Wacht, dat ken ik. Dan... Ik zie hier Blood In, Blood Out. Ken ik niet zo. Maar Dolores Claiborne, dat is ook een bekend. Proof of Life is ook een bekend. Ray is een bekend. Parker met Jason Statham is ook een bekend. Voilà, dat zijn een beetje de bekendste voor mij. Die hij gemaakt heeft. Voilà, we gaan naar de volgende film dat we gezien hebben. Verrassend goed, heb ik gekocht in Mediamarkt voor 2 euro. Is met Gerard Butler, Peter Mullen en Connor Swindles. Zou ook waar gebeurd zijn. Gaat over 3 vuurtorenwachters die naar Nederland gestuurd worden voor te... Wachten op een vuurtoren. Nee, voor een vuurtoren te onderhouden en weet ik veel. En er gebeurt van alles. En eigenlijk hebben ze die 3 vuurtorenwachters nooit meer gevonden. Ze zijn gewoon verdwenen van de aardbol. En ik ben dus bezig over de film Keepers. Echt, ik vond dat een vrij goede film. Natuurlijk, ze weten nooit wat er gebeurd is met die mensen. Dus eigenlijk... Heel die film is gewoon gebaseerd op speculaties. Niet speculaaskoeken, maar speculaties. 107 minuten duurt hij. Eigenlijk echt een goeie film. Zeker een aanrader en voor maar 2 euro in Mediamarkt. Dus we gaan die een keer intikken. Voilà. Keepers. Voilà. Maar volgens mij is dat...
noemt hij Keepers Ire, maar noemt hij, heeft hij een andere naam. Ik ga ik de ding. Gerard Butler. Maar heeft hij een andere naam in Amerika? Wacht, hè. We gaan een keer zitten hier in tekken. Zo, known for actor. Wacht, dat kan niet zo ver zijn. Den of zin gaat de. In Amerika noemt hij The Vanishing. Voilà. We gaan daar een keer op klikken, zie. Dus hier noemt hij Keepers en daar noemt hij The Vanishing. Directed door Christopher Nyholm of zoiets. Voilà, we gaan daar een keer op klikken en we gaan een keer kijken wat die mens allemaal uitgestoken heeft in de leven. Dus de bekendste films die er op staan zijn. Heb je dat ik ken? Oei. Oké, niets. Heeft in totaal 16 films gemaakt, maar de meeste zijn ook. Nee, het zijn bijna allemaal tv-series dat ik echt niet ken. Oké, doet er niet toe. Alleszins The Vanishing is de laatste film dat hij direct deed. Dus voilà. Dus Keepers, alleszins een aanrader. Bekijk dat manneke. Goed, de volgende film is een komedie. Die heb ik dus twee keer moeten naar kijken. Maar het was wel een goeie film. Dat was Death at a Funeral. Heel veel bekenden die erin meedoen. Met Loretta Devine, Peter Dinklage, Danny Glover, Regina Hall, Martin Lawrence, James Marsden, Tracy Morgan, Chris Rock, Zoe Saldana... Zalando, denk ik zijn. Zoe Zalando, Columbus Short en Luke Wilson. Hele goede komedie over een vader die gestorven is. Alle zoons moeten bij elkaar komen voor de begrafenis die Belder thuis afspeelt. En ja, er gebeurt gewoon van alles. En het is gewoon een hilarische komedie. We gaan hem een keer intikken zien van wie of wat dat is. Death at a funeral. Funeral. Voilà. Is dat een ding? Ja, voilà. Goed. Dat is gedirect door Neil Labute of zoiets. Of Labute, of weet ik veel. En wat je die allemaal uitgestoken is, leven. We gaan het even bekijken. Die. Voilà. 31 films en tv-series heeft hij gemaakt. Wat zijn bekende? Nurse Betty heeft hij gemaakt. The Wicker Man heeft hij gemaakt. Lakeview Terrace. Sexting. Ik weet niet of dat bekend is. Hell on Wheels, die tv-serie. Nog iets. House of Darkness en Out of the Blue. Voilà. Dat zijn de films dat jij gemaakt hebt. Dead at a Funeral. Goeie komedie. Bekijk dat manneke. En dan de volgende en laatste film dat ik bekeken heb. Heb ik samen bekeken met Koen. Dat was zaterdagavond. De avond van Comic-Con. Hebben we hem eigenlijk wel gekeken op Netflix. Maar ik heb hem ook op Blu-ray. Dus geen enkel probleem. Dus dat was Training Day. Super goede film. Training Day met Denzel Washington en Ethan Hawke. Super goede film. Dus houden we over Ethan Hawke. Is een politieman. Die voor de eerste keer moet meelopen met Denzel Washington hier. Die eigenlijk, ja, hij wilde eigenlijk carrière maken bij de drugspolitie. En hij moet, ja, een training day en tezamen met Denzel Washington. En er gebeurt natuurlijk ook van alles. Geen spoilers, maar de meeste mensen zullen hem wel al gezien hebben. Maar voor de mensen die het nog niet gezien hebben, zeker een keer kijken. Super goede, toffe, topfilm. Voilà. En, oké, okay, we gaan hem ook een keer intikken, zie. Training Day. T-R-A-I-N-G. ING. En ING. Voilà. Training Day. Is geregisseerd of gedirect door Antoine Fuqua of zoiets. Voilà. Dat is snot.
En ik kut dat allemaal dan niet uit. Dat interesseert mij niet. Dat geef je niet. Mensen niezen hè, in hun leven. Ja, ja, mensen niezen hè. Mensen niezen hè. Goed. Wat heeft jij allemaal gedirect? Allemaal music video's, blijkbaar. Is de director van The Replacement Killers, dat ik nog maar onlangs gekocht heb. Bait, Training Day, Tears of the Sun, supergoeie film met Bruce Willis. King Arthur, Shooter, The Call, Brooklyn Finest, Olympus Has Fallen, The Equalizer, Southpaw, ja man. The Magnificent Seven, The Equalizer 2, Infinity, The Guilty, my supergoeie. En Emancipation. En nu binnenkort komt de nieuwe The Equalizer 3 uit. En is ook van hem. Dus wel een topregisseur dat de. Echt waar. Supergoeie film. En die maakt echt supergoeie films. Voilà, zie mensen. Dat waren de vier films dat ik bekeken heb. Ik weet, het is niet veel. Maar ja, het is wat het is. Soms zijn de mensen veel tijd. Soms zijn de mensen niet veel tijd. Deze week ben ik in verlof. Ga ik misschien wat meer kijken, maar we gaan het wel allemaal zien, mensen. Dus voor nog een keer te herhalen: The Devil's Advocate, supergoeie film. Keepers op DVD, supergoeie film. Death at a Funeral, supergoeie film. En mijn topper was Training Day. Vier films, ik heb ervan genoten. Voilà, we gaan het wel allemaal zien, hè. Goed, voilà, dat was de film voor. Oh my god. Dat waren de films van vorige week. Allemaal bedankt. Young, hey, what the fuck? Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Dat zal de volgende keer zijn, hè? Ja, natuurlijk. Wanneer dat gaat zijn, dat weet ik niet. En ja, weet je wat? Salut!